Martin Drent, laatste training voor de eerste bekerwedstrijd aanstaande zaterdag. Veel blessures? Nou, er komen wel wat jongens terug. Ik moet wel zeggen dat we wat dat betreft ongelukkig zijn in de voorbereiding. Voor jezelf evalueer je. En kijk, van wat doe je nu anders dan andere jaren? En niks. Dus conclusie misschien een beetje pech. Beetje pech. Maar het zal ergens van af te leiden zijn. Nou, je kan natuurlijk ook zeggen dat ik misschien al die andere jaren het ook al fout deed. Dus sommige jongens in de vakantie tegen blessures aangelopen. Ja, als iemand door zijn enkel gaat, ja, wat is het? Ja? Van de jongens die nu geblesseerd zijn, zijn er een aantal jongens die weer zaterdag kunnen spelen? Even kijken hoor. Jesper komt terug. Die is goed door de training gekomen voor dinsdag. Heeft geen last. Zou kunnen spelen zaterdag. Speelt zaterdag. En dan hebben we Saba. Saba leek ernstig. Lijkt toch mee te vallen. Heeft afgelopen week even meegetraind. En is er zaterdag ook bij. Wie hebben we nog meer? Wie hadden we nog meer? Jeroen Jansen is op de weg terug. Traint al wel mee. Jordi duurt nog een tijdje. Verwachting ongeveer nog 4 weken. Het is zo'n lijst. Eigenlijk moet de lijst bij de handen hebben. Want ik vergeet jongens nu. Zaterdag eerste bekerwedstrijd. Oranje-Nassau thuis. Voordeel? Want ik schat Oranje-Nassau wel hoog in. Het mag er wel een eerste klasse zijn. Maar ik vind dat al die eerste klassen die wij in de pool hebben. Dat zijn hele aardige clubs. Dus dan vraag je voor jezelf, ben je er klaar voor? Dan denk ik dat we er nog niet klaar voor zijn. Dinsdag mogen jullie op herhaling. Of herhaling, tweede wedstrijd tegen de Zweef. Ja eigenlijk hetzelfde verhaal. Eigenlijk komen deze wedstrijden te vroeg. En ik vind wel dat we de afgelopen anderhalve week behoorlijke stappen hebben gemaakt. Stappen in de speelwijze, in ieder geval. Maar ook jongens die... vond ik tot aan vorige week totaal niet in vorm waren. Waarbij je ziet dat de vorm weer terugkomt. Oké, zaterdag dus eerst wedstrijd. Voorbereiding tot nu toe. Hebben jullie dat iets anders gedaan dan andere jaren of eigenlijk hetzelfde? Hetzelfde. Alleen je hebt te maken met wedstrijden die de ene voorbereiding eerder zijn. Hè. Vorig jaar speelden we heel vroeg tegen Achilles. Dat was veel te vroeg. Maar kwamen prima uit met een 2 of 3-0 nederlaag. En gelukkig geen blessures. Als je dan wel weer de vergelijking trekt, zeg maar. We hebben nu. Die hebben ons wel behoorlijke les gegeven. In de zin dat zij veel verder waren overal in. In de speelwijze, conditioneel. Het was een verdiende nederlaag. De tweede wedstrijd tegen Helios. Ja, moet ik wel zeggen. Dat ik vond dat het een zootje was. Een zootje in de zin van... je zag niet iets waar we mee bezig waren. Nou, dat is dan ook mijn schuld. En misschien breng je dan te weinig duidelijkheid. Aan de andere kant, als je naar de elftal kijkt, de laatste wedstrijd in de finale tegen Schalkhaar, dan heb je gewoon 9 jongens op een andere positie. En dat is natuurlijk ook logisch dat het dan even zoeken is. En zootje is verkeerd uitgedrukt. Dan lijkt het net of we maar wat doen. Dat is niet zo. Maar ik was tegen Schalkhaar buitengewoon verrast hoe snel de ploeg het oppakt. Zeker in de speelwijze. Dus lekker gevoel. Ik heb afgelopen week een lekker gevoel gehad. Ook deze week qua training. Dinsdag lekkere training gehad. De jongens maken wel stappen. Maar het gaat niet snel genoeg. En we wisten ook wel dat we die eerste fase een beetje door moeten komen. Bekertoernooi moeten we even doorkomen. Competitie in het begin. Ja, we moeten heel snel winnen aan elkaar. En sneller dan nu kan haast niet. Dus het wordt krap. Het wordt krap. Ik ben ook wel als trainer weinig succesvol in de beker. Als er bekertoernooi is, dan flikker ik altijd met welke ploeg ten nu toe, 8-9 jaar, na de poolfase er altijd uit. Ik heb altijd de poolfase overleefd. En ik ben bang dat op dit moment de klus van de poolfase erg groot is. Een paar weken geleden hebben wij het erover gehad dat jij heel wat goede spelers kwijt bent geraakt. Je hebt er een aantal goede voor teruggekregen. Je was vrij positief. Heeft Schalkhaar het toernooi in Schalkhaar, heeft dat daar dus aan bijgedragen? Of zeg je van,
het blijft afwachten wat het gaat brengen. Nou ja, je zit in die week natuurlijk alleen maar qua herstel van de wedstrijden. Helios en Schalkhaar. Aan de andere kant, je speelwijze neerzetten tijdens echte wedstrijden tegen goede tegenstanders, Helios en Schalkhaar. Dan kan een ploeg zich zomaar gaan ontwikkelen. En ik vond dat we... De eerste wedstrijd begon ik te vroeg, te snel in ons speelwijze. En de tweede wedstrijd heb ik het wat meer vanaf het begin neergezet. Ook in het druk zetten. Dat pakte beter uit. Ik weet niet of het daaraan lag. Maar ik heb de tweede wedstrijd tegen Schalke bij Vlagen echt genoten. Nou, in ieder geval wensen we jou heel veel succes zaterdag. En we zullen er zeker bij zijn. Dankjewel.